Een grote brand deze week in Hollandse veld. Een hoogzwangere vrouw en haar kindje van anderhalf jaar oud wisten ter nauwe nood aan de vlammen te ontkomen. En dat heeft alles van weg dat het hier gaat om een aanslag. En daar gaan we het over hebben. Een buurman is ook bij de erken gaan staan en heeft uh, geroepen: gooi je kindje maar naar beneden, ik vang hem wel op. Wat wel hardnekkig is, is een verhaal over mogelijke link met het drugscircuit in de regio Rotterdam. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en terwijl storm Pia over het land raast, zitten bij me in de auto Harold Buit en Robert Erik Lanting. We staan voor het pand aan de boete. 201 uh, kapwoning. Uh, een Mooi nieuw huis eigenlijk, maar dit huis waar die aanslag was, daar is het dak. Eigenlijk compleet weggebrand, Robert-Erik. Wat is hier nou, uh, nou gebeurd? Ja, maandag tegen het eind van de avond, tegen uh, kwart over elf, half twaalf... is op deze woning een aanslag gepleegd. Uh, de politie heeft het in de berichtgeving over brandstichting... maar je kunt hier gerust spreken van een aanslag. Uh, een getuige heeft hier uh, ook iemand gezien in donkere kleding. die iets bij deze woning naar binnen gooide. en vervolgens uh, hard wegrende. Weet je ook waar dat gegooid is? Aan de voorkant of aan de zijkant? Nee, dat is, dat is niet bekend. Want nou ja, als je, zoals je ziet, alle ramen die zijn eruit. Uh, alles is geknapt uh, door de hitte. Ja, de, 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 uh, uh, meerdere straat, straatbewoners hoorden uh, luide knallen. Ook glasgerinkel. En nou ja, ik sprak ook een uh, overbuurman. die was op dat moment uh, zijn uh, boterham aan het smeren. voor de dag erna. En um, nou, die heeft het ook gehoord en uh, die zag ook iets van brand uh, bij de overkant. Dus die pakte nog zijn brandblusser. Ging er naartoe, maar er was al geen houden meer aan. Het halve huis stond al in lichte laaien. Ja, hoe, hoe is deze vrouw eigenlijk uit het huis gekomen? Ja, dat was wel heel heftig. Kijk, het huis stond al flink te branden. En uh, zij was dan binnen met haar, met haar, met haar zoontje van anderhalf. En nou, ze konden uh, het huis eigenlijk niet meer ontvluchten. Dus uh, nou, ze is uit een, een raam geklommen uh, aan de voorkant en is ze op de erker van de woonkamer uh, ja, geklommen. Uh, met haar zoontje dicht tegen zich aan en uh, roepend om hulp. Want uh, de paniek was groot en uh, um, meerdere straatbewoners hebben haar ook uh, horen schreeuwen. Zo van, help, help, ik uh, krijg geen lucht. En uh, de rookontwikkeling was, uh, was uh, flink op dat moment. Maar gelukkig was de buurt wel uh, alert. En uh, ja, de een liep met de ladder over de straat, de ander met de brandblusser. En uh, nou ja, de, de hulp was, was groot op dat moment. Dus uh, een buurman is ook bij de erker gaan staan en uh, heeft geroepen: Gooi je kindje maar naar beneden, ik vang hem wel op. Nou ja, dat heeft ze gedaan. En vervolgens is uh, hoogzwanger uh, zelf uh, naar beneden gesprongen. Ja, dat was wel heel heftig. En uh, dat, uh, hè, dat, dat hebben ook heel veel uh, mensen in de straat ook zien gebeuren, ook kinderen. Ik sprak ook uh, een vader en die zei van... ja, mijn kinderen hebben dit uh, eh, vanaf zolder uh, gezien. Ja, dat had ik eigenlijk liever niet gehad. Dus dat, het was echt wel heel... Uh... Echt een jagend beeld om te zien. Even voor de beeldvorming. Die erker aan de voorkant. Ik denk dat die zo'n 2, 3 meter hoog is. 2,5, 3 meter. Ja, zoiets. Het uh, is toch wel een aardige hoogte als ja. je daar hoogzwanger vanaf moet, uh, moet springen. Ja, zeker. En uh, nou ja, het is uh, volgens mij wel uh, allemaal goed gegaan. Uh, uh, naar verluid maakt ze het... Uh, ze, 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 ze is naar het ziekenhuis en Zwolle overgebracht. En uh, naar verluid maakt ze het goed. Meteen is ook goed opgevangen door de buurt. Een van de woningen in de straat werd een beetje uh, in alle L ingericht als een soort uh, crisiscentrum. Hè, waar ook politiemensen en ambulance-medewerkers uh, naar binnen gingen. Uh, en daar hebben ze ook de vrouw en, uh, en haar zoontje opgevangen. Het zoontje had, het, uh, had zijn gezicht helemaal onder het roet zitten. Ja, dat is wel heel. Uh, heel uh, dat heeft heel, uh, heel veel impact gehad uh, hier in de buurt. En waar was de vader van het gezin eigenlijk? Die was niet thuis een nachtje? Weet ja, dat? dat is niet bekend waar hij was, maar hij is naar huis gerezen, uh, letterlijk. Hij is uh, ook ergens, uh, wat ik mij liet vertellen, uit de bocht gevlogen. Zo, zo hard reed hij. Uh, en er was ook dinsdag uh, een, een auto te zien met flinke schalen aan de voorkant, die werd weggehaald. Dat was de, de auto uh, van het gezin. Maar waar hij was op dat moment, dat, uh, ja, dat, 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 dat weet niemand. Nee, maar het is ook wel een logische reactie dat je natuurlijk zo snel mogelijk naar huis wil. Ja. Als zeker. dit aan de hand is. Ja, zeker. Wat weten we eigenlijk over, over deze mensen? Zijn zij bekend in de buurt? Nee, ze zijn niet bekend in de buurt. Ze wonen hier enkele jaren uh, vrij anoniem. Het is ook niet helemaal bekend waar ze hiervoor hebben gewoond. Maar ja, ze wonen hier uh, vrij anoniem. Hij kwam uh, nog wel eens uh, buiten en hij zwaaide wel vriendelijk. Dat is wat bewoners vertelden. Maar verder uh, alles niet veel contact. Ja, ze wisten dat, dat, dat het gezin een, een klein jongetje had. Maar, uh, en dat zo zwanger was. Ja, dat, dat valt natuurlijk op. Maar voor de rest uh, ja, is er niet veel te melden over dit gezin. Als we hier zo'n tijdje zitten, valt het me ook op dat er toch wel veel bekijks is. Dat er heel veel auto's langsrijden en extra langzaam gaan rijden op het moment dat ze hier uh, voorbij rijden. Ja, dat zei de mensen ook wel. We hebben hier nog nooit zoveel verkeer in de straat gehad uh, sinds maandag. Ja, Dat trekt natuurlijk wel uh, ja, een bepaald ramtoerisme aan. Hè? Absoluut, absoluut. Het is ook verschrikkelijk hoe het huis uh, eruit ziet. Ja, nee, daar is weinig van over. De zwart geblaken, de resten uh, zeggen genoeg. Eh, alle ruiten kapot. Het hele dak weg. Van binnen is alles zwart. Dus nee, dat is echt uh, heel intens geweest. En kijk, als je nu buiten staat, je ruikt ook nog gewoon uh, de rook. En dan gewoon de brandlucht, uh, die ruiken nog heel goed. Dus, uh... We staan hier aan de goede kant. Ik kwam net. Mijn auto staat aan de andere kant van het huis geparkeerd en daar staat de wind naartoe. En daar ruik je meteen de brandlucht. inderdaad. Ja, ze zijn nu ook, er zijn nu ook bouwvakkers bezig. Volgens mij gewoon om het een beetje te stabiliseren. Gewoon her en der wat, wat versteviging aanbrengen. Zodat het, 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 het waait nu ook behoorlijk hard. Dat niet de pannen door de lucht vliegen of dat het de brokstukken naar beneden vallen. Maar ja, hoe dit verder gaat met deze woning? Ik kan me niet voorstellen dat hier ooit nog ingewoond kan worden. Ja, ik zou zeggen. Plat gooien en opbouwen. En dat zal dan ook gelden voor het huis ernaast. Dat heeft ook behoorlijke schade opgelopen. En ook dat gezin is uh, ja, verblijvend waarschijnlijk de feestdagen elders. Want ook ja, dat huis heeft uh, behoorlijke schade opgelopen. En ik sprak ook een familielid uh, dat de ochtend na de brand druk bezig was om uh, spullen uit het huis te halen. ...in grote velden zakken waarschijnlijk kleren. Uh, zodat het, dat gezin ergens anders naartoe gaat ook verlopen. Want ook dat huis is on onbewoonbaar. Ja, Harold, jij bent verslaggever uh, Hoge Veen. Daar valt Hollandse Veld ook onder. Wat is dit nou voor wijk waar we staan? Dit is nog een vrij nieuwe wijk. Uh, met, zoals je ziet, uh, uh, mooie, mooie huizen. Uh, vrij nieuwe huizen. Uh, rustige wijk. Ik heb eigenlijk nooit uh, uh, meldingen gekregen uit deze wijk. van ongeregeldheden of problemen. En dat wordt ook wel een beetje bevestigd door de buurtbewoners. die, uh, die uh, deze brand hebben meegemaakt. Het is eigenlijk een vrij rustige wijk. Nooit wat aan de hand. Ja, waarom zei je hier dan een aanslag.? Plegen of, of, of waarom zou dit hen overkomen? Ja, ja, is het, daar iets over bekend? Dat is een goede vraag. Um, op zich uh, zijn er een aantal verhalen die de ronde doen. Uh, politie wil niet veel zeggen over het onderzoek zoals dat uh, nu uh, gehouden wordt. Uh, maar wat wel hardnekkig is, is een verhaal over een uh, ja, mogelijke link met, een, uh, met het drugscircuit in de regio Rotterdam. Um, een aantal bewoners uh, hebben ook verklaard dat um, de bewoner, de hoofdbewoner van de woning uh, in Rotterdam of omgeving uh, uh, werkzaam is. Um, en um, we hebben dat ook bij de politie nagevraagd, die wil daar niet zoveel over zeggen. Maar een aantal bronnen heeft wel tegenover ons verklaard dat uh, het wel een spoor is waar de politie serieus mee bezig is. Dus um, ja, die link uh, is er kennelijk wel. In Rotterdam weten we allemaal, is een grote haven. Veel drugs komen daar het land binnen. Wordt wel steeds meer gepakt. Maar het is daar nog steeds een, uh, een groot probleem. En niet te vergeten, wat daar ook vaak in het nieuws is de laatste tijd. Is dat het aantal bomaanslagen en aanslagen op criminelen onderling daar enorm toeneemt. Dus het zou een logische verklaring. Kunnen zijn. Ja, klopt. Uh, niet zo lang geleden werd bekend dat het aantal uh, explosies in, uh, in bedrijfspannen en woningen dit jaar bijna drie keer zo hoog is als een, als een jaar geleden. En uh, ja, de meeste explosies uh, uh, vinden plaats in Rotterdam en daarna Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland. Maar wat je ook steeds meer ziet is dat uh, uh, het naar het platteland uh, verschuift. En dat <laughs> er nu dan ook daar incidenten uh, plaatsvinden. Uh, meestal gaat het dan om conflicten in het drugscircuit. Um, en waarbij volgens de politie ook uh, woningen van familieleden soms uh, de dupe zijn of onder vuur genomen worden. Um, verder is er soms sprake van afpersing of uh, ja, een relationeel probleem. En je hebt ook een paar keer al een vergisaanslag gehad, dat uh, criminelen gewoon bij de verkeerde uh, aan de deur stonden bij wijze van spreken. En de politie ja, constateert ook een verschuiving zeg maar, naar het afhankelijk beschieten van woningen, zoals dat uh, jaren terug uh, uh, met de enige regelmaat in orde was. Je ziet nu dat er veel meer aanslagen zijn met een explosief of met een, met een brandbom. En de politie denkt dat dat te maken heeft met het feit dat een brandbom uh, makkelijker te verkrijgen is. En uh, maximaal effect sorteert. Uh, wat dit geval ernstiger maakt, is dat hier wel een hoogzwangere vrouw en een jong kindje bij betrokken waren. Je moet er niet aan denken dat die lagen te slapen. Ja, en waarschijnlijk lagen die wel uh, wellicht te slapen sowieso. Het jongetje zal ongetwijfeld uh, in bed hebben gelegen. Um, ja, maar dat, zo staat hier weer ook al uh, wel bekend als uh, niets ontziend. He, als, je, als, als daar iets misgaat, dan wordt er gewoon keihard met je afgerekend. En uh, uh, er wordt niet gekeken wie er aanwezig gezinnen wonen. Er gaat gewoon een bom naar binnen en ja, uh, uh, yeah, that's it. Harold, hoe kijkt de burgemeester hier tegenaan? Die gaat over openbare orde en veiligheid. Ik kan me voorstellen dat hij uh, hier niet blij van wordt. Nee, dat, dat wordt hij zeker niet. Dat heeft natuurlijk een enorme impact, uh, niet alleen op uh, de buurt en het dorp, maar de hele gemeente is hier eigenlijk wel uh, uh, heeft, is, heeft hier met schok uh, van kennis genomen. Um, hij was vrij snel ter plaatse uh, op het op de moment van de, van de brand. Uh, ik geloof dat hij kort na middernacht al, uh, al in de straat was. En hij heeft ook gezien, zeg maar, dat... Uh, Bewoners uh, heel snel in actie kwamen om uh, die mensen in de woning te redden. Um, en daar heeft hij ook zijn lof uh, in onze kranten over uitgesproken. Hij vond het echt een, uh, een prima um, staaltje van noorderschap. Mooi noorderschap noemde hij dat. Gewoon in actie komen. Niet, uh, niet denken, maar handelen. Ook al was het soms misschien met gevaar voor eigen uh, lijf en leden. Maar um, ja, dat constateerde hij uh, uh, zeker. En nou ja. De gemeente probeert ook uh, waar mogelijk zeg maar, de helpende hand te bieden aan uh, bewoners. Dan praat je bijvoorbeeld over vervangende woonruimte. Alhoewel mensen vaak wel via familie of bekenden daar al in voorzien zijn. En verder uh, ja, bestaat de nazorg van de gemeente uit Hoge Hoogveen uit uh, ja, slachtofferhulp. Uh, het kan best zijn dat mensen, als ze een keer in, in alle rust weer zijn gekomen... daar toch nog heel veel uh, naweven van ondervinden, last van hebben. En de gemeente die kan dan uh, toch die mensen bijvoorbeeld met slachtofferhulp in uh, in verband brengen of uh, anderszins uh, helpen. Dus uh, er is zeker aandacht ook uh, de dagen na de brand uh, voor deze buurt. Ja, en deze buurt, die staat, uh, wat ik wel een beetje begreep, uh, ook wel bekend als een hecht buurtje. Hè? Veel jonge gezinnen, ze kennen elkaar uh, goed. Uh, ja, spreken geregeld met elkaar af. Dus nou ja, dat, 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 dat heb je uh, maandagavond en nacht gezien. Uh, ook bij een van deze woningen werd uh, ja een beetje provisorisch ingericht als een soort crisiscentrum. Daar werd ook uh, de vrouw en uh, het, uh, het, jonge, het jonge jongetje werden uh, daar opgevangen. Ja, dat is wel heel heftig geweest. En, uh, en in dat crisiscentrumpje was ook de politie en de ambulance. En iedereen was daar gewoon, het was een soort komen en gaan van, nou ja, even, even helpen of even kijken hoe het gaat. Of, nou ja, dat, ja dat, dat, dat is wel heel mooi wat hier op zich in deze buurt dan ontstaat. En nu wordt er gezegd, deze man werkte in de omgeving van Rotterdam. Dan lijkt het niet heel logisch om in Hollandse Veld te wonen. Nee, maar dat, dat, je ziet dat uh, op zich wel vaker. Hè? Dat, dat uh, dan mensen dan actief zijn in een, in een bepaalde regio, maar dan uh, hè, ze zijn dan bezig uh, mogelijk hè, met, met uh, criminele activiteiten. Dat ze hun gezin gewoon elders uh, in het land onderbrengen, uh, op het platteland, hè? zoals hier in Hollandse Veld. Uh, ja, Hollandse Veld en Rotterdam hebben natuurlijk geen enkele link met elkaar. Ja, juist om een beetje buiten schot te blijven hè, als, er, uh, als er iets gebeurt. Maar, uh, nou ja. Uh, uh, dat heeft uh, in dit geval uh, niet gewerkt waarschijnlijk. Nee. Is het nou zo, we hebben aanslagen gehad in Winschoten en omgeving. Dat was echt een vete tussen, tussen twee groepen. Uh, dat ging over, over drugs. Uh, moeten we nou bang zijn dat hier weer iets achterweg komt? Zijn er aanwijzingen voor? Dat er weer een soort oorlog ontstaat, alleen dan nu in de omgeving van het Hollandse veld? Nee, er zijn, daarvoor is echt nog wel te weinig bekend. Uh, kijk, de politie... Uh... Uh, ja, vertelt uh, niet zoveel. En uh, uh, ja, er moet nog wel echt, echt meer over duidelijk worden om dit echt in een uh, context te kunnen zien. Maar uh, ja, het enige wat je wel, uh, wat, hè, wat meerdere bronnen dan ook uh, hebben gezegd, is uh, dat, het, uh, uh, nou, dat de kans wel groot is dat dit verband houdt met het drugscircuit in uh, Rotterdam. Maar Ja, in welke hoedanigheid weet je ook niet. Je weet ook, uh, je weet ook niet. Hè. Of of een van deze uh, bewoners erbij betrokken is of dat het een familielid is geweest, dat, dat weet je niet. Uh, uh, dus ja, dat, dat is, dat is gist op dit moment. Wat wel bijzonder is om daar even bij aan te haken, is dat Hogeveen uh, recent um, onderzoek heeft laten doen naar uh, ondermijning, naar criminele verstrengeling, zeg maar, van de boven- en de onderwereld. Um, en daar kwam toch een vrij alarmerend beeld uit dat er. Uh, ja, te weinig uh, oog en zicht is op, die, op de ondermijning in deze gemeente, en dat criminelen in wezen, als ze kwaadwillend zijn, vrij makkelijk hun gang kunnen, uh, kunnen gaan en onder de radar kunnen blijven. Um, ja, dit, dit voorval mocht dat inderdaad wijzen op die link uh, met activiteiten, criminele activiteiten in, uh, in Rotterdam. Uh, zou daar dan ook een voorbeeld van kunnen zijn? Uh, en ja, de gemeenteraad heeft het college ook opgeroepen om met een plan van aanpak te komen. Om die criminele ondermijning zoveel mogelijk uh, tegen te gaan. Om het uh, die personen zo lastig mogelijk te maken. Om uh, ook in plattelandsgemeenten zeg maar, voet aan de grond te krijgen. En hier hun, uh, hun praktijken te kunnen uitoefenen. Want, want dat rapport waar, waar jij het over had, Harold, dat ging vooral over witwassen. Uh, dat ging onder meer over witwassen, maar dat was veel breder. Uh, er werd ook uh, heel veel uh, linker gelegd met uh, drugsproblematiek in Hogeveen. Uh, softdrugs, maar ook uh, harddrugs. Hoogveen heeft, uh, zoals bekend is, dus nog een uh, zogeheten nul nuloptie. Dat betekent dat Hoogveen ook geen coffeeshops uh, tot dusver uh, binnen de gemeente wil hebben. Daar wordt nu uh, door de gemeenteraad uh, nieuw beleid voor ontwikkeld, zodat het wel... Uh, misschien mogelijk is en dat je ook wat meer zicht en, en toezicht hebt op uh, zeg maar dat soort stromen. Want er zijn veel uh, straatdealers en thuisdealers uh, momenteel in Hoogveen actief. Um, en onderdeel inderdaad ook is, uh, het is heel breed. Het gaat ook bijvoorbeeld over, uh, over allerlei bedrijfstakken die onder de loep worden genomen. Waar mogelijk criminele activiteiten zouden kunnen plaatsvinden. Uh, en witwas is daar ook een onderdeel van, dat klopt. Ja, dat ging er ook om. Dus dat is wat ik van het rapport heb onthouden. Uh, dat er heel veel garagebedrijven en heel veel kappers zijn, eigenlijk meer dan logischerwijs zou kunnen. Toch? Ja, ja klopt. Met name de autobedrijven, de autobranche in Hoogveen, die, uh, die is uh, uh, ja, afwijkend groot, zou je bijna kunnen zeggen. Is dat op, als je dat uh, kijkt naar de plaats en de gemeentegrootte. Um, en, en daar uh, ja, heeft, heeft de rekenkamer een paar opmerkingen over gemaakt. Die, die bleven een beetje hangen. Dus daar wordt een nader onderzoek naar gedaan. Hoe we dat nou moeten duiden. En of daar inderdaad uh, ja, of daar een reden voor is om die, uh, om die branche extra onder de loep te nemen. Harold Buit en Robert Erik Lanting, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.